Ibiza vlog. We zijn momenteel in de luchthaven in Deurne. We moeten echt nog meer dan 2 uur wachten op onze vlucht. We waren hier 3 uur te vroeg, dankzij deze man. Bro, ja, fantastisch geregeld hotel. Laten we anders nog een uurtje fucking langer slapen, hè, maat. We hebben net in Ibis Budget geslapen aan het station. Dat was echt de rotste nacht ooit. Dus we dachten gewoon van kijk, we gaan gewoon opstaan. We komen naar hier en dan chillen we hem hier. Dus ja, nu wachten. Goeie leven ze, hè. Wachten, hè. We gaan naar Partitos to freaking Ibiza. Nog een uur wachten en dan de vlieger op ze. Uit wie of we gaan nu vertrekken richting Ibiza. Nu, bye bye Belgium. Welkom Ibiza voor 3 nachten. We arrived in Ibiza, boys. Let's go. Yalla. Uit. We zijn dus nu officieel in Ibiza. We hebben onze bagage. We gaan nu nog een uurtje in de bus zitten. En dan komen we aan op het hotel en doe ik een roomtour van het hotel. Ga genieten zijn. Uit. We gaan eerst even chappen naar broer. We hebben 40 minuten in taxi gereden. We hebben 50 euro betaald. En nu gaan we even... goeie kebabje chappen. Gaat je voor kebab? Ik denk dat ik kebab ga. Ja? Ga jij pizza ke? Ik weet dat niet wat ik ga pakken, man. Het is ook echt te druk. Het is echt druk. Gewoon colaatje pizza, dan jetskiën, gemakske, chillen, beetje zonne. Genieten van de vakantie. Jacqueline, wanneer ga jij dan jacht hebben? 2 jaar? Nee, nee. 2 jaar? Nee. I believe, brother. 10. 10 jaar. Eerlijk, mij wel bellen, hè. Ik heb binnen 5. Dan mocht je misschien op mijn jacht. Hoeveel jachten zijn hier? Dat is niet normaal. Ik denk een stuk of 20, 30, 40. Jezus. Uit een Le Cunous. Jetski zal voor zondag zijn. We hebben gewoon aan het strand gelegen vandaag. We gaan nu naar het hotel. Maar zondag gaan we jetskiën. Man heeft heel zijn zak meegenomen. Gewoon chappen. Ja, man heeft heel zijn zak meegenomen om te jetskiën. En alleen om zijn GoPro mee te nemen. Maar het mocht niet baten. Het zal voor zondag zijn. Man is blij dat hij kan eten. Koteletten, bro. Je hebt echt letterlijk een mix van alles, hè? Ja. Je hebt gewoon alles gepakt wat je lekker vond. En gewoon bij ingesmeten. Ja. Eén man. Speciale gast. I need it. Kijk hoe gelukkig hij wordt van ijs. Alright, ik en Lino, we gaan iets drinken. Man is nog naar boven voor dessertje te nemen. Echt ongelooflijk. We zijn op taxi aan het wachten. We gaan iets drinken en genieten van de avond. Dus waarschijnlijk zie ik jullie pas morgen terug. Influencer life. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Ochtendview ziet er hier wel lit uit, ik ga niet liegen. Allright, als we full chill modus zijn en we direct even gaan gymmen. Of niet, Lino? Even hard gaan. Kijk deze. Even genieten. Ze biedt gymmen. Gym sessie in Spanje, Ibiza. Is wel niet zoveel. Dit is de gym. En die werkt in de making. Hier is een beetje van alles, niet veel. Hier ga je Eddy Merckx doen. Ja. Deze zijn een paar loopbanden, gewichtjes en that's it. Ik kan het rap even een klein sessie doen. Hey, Ibiza boy. Gym sessie dan. Echt veel te warm binnen. Rap even wat oefening gedaan, want het is gewoon niet te houden. We gaan nu rap eten. Het is echt warm. Niet normaal. Ibiza is veel te warm om te gymmen. Maar moet gebeuren, kijk. Moet gebeuren. Prioriteiten. Of niet? Als je een uur gymsessie doet, Dena. Man is gek. Ah, niet het gezondste eten, maar eten is eten, hè. Voor de kings. Blue, dat ben die, dat ben daar. Bro, kijk deze jacht. Is dat nog normaal, die jacht? What the hell? Hij is even groot op je voorhoofd. Jeez. Influencer in zijn natuurlijke habitat. Man chapt alleen maar desserts. Hij doet niks anders. Hij bestelt zelf voor mijn dessert, terwijl ik het niet nodig heb. En kijk hem hier die pannenkoeken fretten. Hij heeft echt zin in pannenkoeken en wafels. En weet je wat hij doet? Omdat hij gegeneerd is om pannenkoeken en wafels te bestellen, laat hij mij wafels bestellen. Zodat hij alles kan opeten. Je shredding. Kindje gaat zich amuseren. Oh.
En nu doet hij het weg, hè. Bro. Bro. Je bent echt slecht. Hier zie je. Radiant. Nice Radiant. Bro. Je was met mij aan het lachen, maat. Hey, hallo. Moeilijk, ja. Ik mis alles. Zien jullie dit? Bro, eerlijk, deze is echt te genieten. Deze is gewoon heaven. Vind je het leuk, het strand? Eerlijk? Fucking genieten. Kijk, ik vind u een beetje minder leuk, maar deze sunset is wel echt genieten. Man, achter de camera is ook schuis. Wat zit je te haat op mij? Ik haat nooit op u. Zeg, je slaapt wel tegen de vlog. Ja, slaap wel vlog. Vies uit. We gaan slapen, we zijn full chill modus vandaag. Morgen gaat wat drukker zijn. Het is gewoon chillen. Never mind, gaan slapen. Deze man vond het nodig om te gaan nachtzwemmen. Kijk hem doen. Heb je een pintje te veel op, broer? Oh, ik drink geen bier, het is mojito. Ontbijtje. Hagrid is Harry Potter gaan halen. De man zit precies op de kermis en heeft gerust alsof ze van hemzelf zijn. Vind je ze zo bij? Mm-hmm. Ik dacht dat je aan het shredden was. Je hoofd alleen al eens 5 kilo dikker geworden op deze verlof. Kijk, ontbijten. Als man ook aan het chappen is voor zijn leven. Maar ondertussen heeft hij echt zwamworstvingers. Huh? Hij noemt mij een fucking 5 kilo bijgenomen, maar hij heeft ondertussen zwamworstvingers. Wat ga je zeggen, man? Heb jij goed geslapen? Als ik gewoon rustig avond maak, ga ik chappen en laat mij eten. We zijn even rustig gewoon aan het zwembad aan het chillen. Of op de gsm, even wat video's aan het kijken. Een beetje plonsen, een beetje zonnen, want we zijn echt melkflesjes. En zoiets gaan we jetskiën. Normaal was dat vrijdag, maar het is uiteindelijk zondag geworden. So if you love me, how could you leave me so low? So when I feel it again, I just don't know. I just don't know. En nu was jetski, jongen. Wat vonden jullie ervan? Goed. Eerste keer ooit. Geniet toch. Oh. Dank je. Yes. Kijk hem hier. Oké, ik ben ook wel aan het genieten, maar anyways. Hij heeft dubbele portie. Man heeft dubbele portie. Maar nee, ik heb geen dubbele portie gekregen. Dit is één portie. Jammer. Ja. Ik heb net wat gezond na het eten. Niks speciaals. Cyrox heeft de hele tijd zitten neppen. Man is moe. Ik ga nu naar de gym en ik denk dat we dan klaar gaan maken voor te eten. En dan waarschijnlijk iets te gaan drinken. Dus even gym time. Gym sessie done. Hey, laatste dag. Super slecht geslapen omdat ik zot veel last heb van mijn maag. Ik ben nu aan het eten wel, maar ik denk niet dat ik veel ga opkrijgen. Ik dacht ik ga iets klein eten. Ik heb misschien een beetje te veel gepakt, ik had het waarschijnlijk niet opkrijgen. Gisteravond hebben we gewoon nog, als je ziet in de vorige clip, was er een beetje muziek, dat was in het hotel zelf. Hebben we hier nog iets gedronken en that's it. Maar ik heb zo weinig geslapen, het is ook de laatste dag, dus we vertrekken om 5 uur vandaag met de vlieger. Bye bye kamertje, bye bye. We gaan uitchecken en dan gaan we nog even aan het zwembad liggen, want we hebben nog tot 5 uur voor aan de luchthaven te raken. Dus we hebben... Het is nu 11 uur, dus we hebben nog wel even tijd. Even nog een beetje kleurtje pakken. Het is nodig. Laatste uurtjes van de verlof. Hoe lang? Nog 2 uurtjes zonne. En dan vlieger pakken. Hè. We hebben vlieger om 6 uur. En het is nu 1 uur. Dus nog even zonne, chillen, relaxen. En dan naar België. Hi boys and girls, check dit. Voor hoe mooi Ibiza is, los van het feesten. Ik heb gewoon een chill verlof gehad, maar kijk hoe mooi dit is. Ibiza is sowieso een aanrader, echt waar. Als je wilt chillen, niet per se feesten, gewoon chillen. Of misschien een mix van feesten en chillen.
sowieso Ibiza. In de taxi naar de luchthaven, sad life, we leaving Ibiza. Tot vakantie, though. Sad, me sad, me sad, you sad. Verlof afsluiten met wat woppers. Ah, ik weet niet of je dat maar goed hoort, maar we zijn dus officieel weg uit de pizza, we gaan naar boorden. Oké, we zijn officieel terug in België. Tot een goede vakantie, een nice vakantie. Ik hoop dat je wel de vlog enjoyed hebt. Ik ga hem hier afzetten. Drop een like zou ik zeggen. Subscribe en peace.